Kan je niet tegen bloederige beelden? Klik dan vooral weg, want Freek laat zien hoe een slang hem flink te grazen heeft genomen. Vanuit de jungle in Suriname toont de dierenvriend hoe dol hij is op de roodbruine kielrugslang die hem zojuist heeft gebeten. Ik ga je helemaal geen pijn doen, ik wil alleen maar laten zien hoe ontzettend gaaf je bent. Dat het beest hem heeft aangevallen, is gelukkig niet erg, voor mensen zijn ze totaal ongevaarlijk en dat is maar goed ook, want deze jongen heeft me net al flink te pakken genomen hier in mijn neus. En zo professioneel als hij is, laat hij ondanks de verwonding zijn volgers niet achter zonder hen te voorzien van een aantal interessante weetjes over de slang. Grote ronde ogen met ronde pupillen, daaraan kan je zien dat deze jongens dagactief zijn. En check ook die kleuren en die schubben. Wat een machtig dier is dit, dat Freek de slang niks kwalijk neemt, blijkt ook wanneer hij afscheid neemt van de slang. Hij kust het beest eerst nog even op de schubben voor hij hem vrijlaat. Op zijn Instagram stories stelt Freek zijn volgers nogmaals gerust, ik ben helemaal oké, hoor. Op deze foto poseert de gewonde Freek met een grote glimlach en een opgestoken duim. We'll be right back.